Goedemiddag. Goedemiddag, zoetsappige mensen. Goedemiddag, zoetsappige mensen. En goed dat jullie dit bekoekloeren. Hoppa, boys, zijn we weer. Goedenavond, lieve Leute. Nou, kijk, goeiedag, drie zoetsappige kijkers. Waar Dent hier een van is. Vijf goedsappige likes. Hey, dit is apart, hè? Ik zal Minecraft even opnieuw opstarten. Minecraft doet raar. Wat is er? Hey, drie kijkers. Tik die link in de beschrijving. Oh ja, weet het. Tala. Ik kijk je video, Thijs. Ja, doen we. Hier, hebben we. Blauw? Blauw, blauw. Blauw maar in blikje. Ja, doe maar. Groen, blauw? Blauw, blauw. Ja. Huh? Wat is dat dan? Oh, kijk dan! Ga, ga, moet je komen. Kijk, 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 kijk. Zie je dat? Zie je hem daar, daar? Dat is een homootje. Kijk hoe die kijkt. Kijk hoe die kijkt. Hij lacht. En hij blijft lachen. Oh, schattig. Oh, wat een homootje. Oh. Ah, laat zitten, joh. Laat hem in de kast. Dat vind ik echt heel wanhopig dat je dit soort dingen naar me stuurt. Ik snap hier helemaal niks van. Denti, je wordt geroepen door Marissa. Marissa! We hebben een tikkie! We hebben een tikkie! Ja hoor, we hebben een tikkie! Ja hoor, we gaan lekker. We hebben 1 cent wederom. AliExpress wordt erbij gepakt. Zullen we even opnoemen? De ticker is... Hoi Lucas, ik heb 0,01 euro naar je overmaakt voor een giveaway. Groeten WK Fukuma. William, dankjewel jongen. We gaan voor jou even lekker naar AliExpress. Volgens mij gaat iets zo goed in mijn stream hoor. Duurde lang. Oef, ik ga wel zo slapen. Het is... Oh, oh. Hey, wil iemand even de link van de stream de delen? Dank u. Kijk, Gucci. Dat wordt hem. Gukkie. Mee bezig. Hoppa, hier, Gukkie. Nee.
kleur. Nou, nee, we gaan gewoon even bij de homepagina kijken. Wat zullen we onderkijken? Schoenen, computer en kantoor. Hey Lucas, ik zal je livestream over de mat sturen. Hoppa, kijk, voeken maar, dat mogen we. Kijk, pakken we weer de echte AliExpress erbij en pakken we die weer daar even heen. Dan kan ik jullie chat even zien. Fukuma, heb je leuke dingetjes. Je kan het ook verdubbelen in je geld zelfs. Wil je geld verdubbelen? Ja, ik heb het met twee mensen gedeeld. Jin. Jin. Oh, ik heb met een stuk of 10 gedaan. 20. Ja, maar jij hebt met Jin. Tiende. Ja, ik heb bots coach. Nog mee. Hm? Ik heb 20 mods coach. Zo. Heb je? Nee. Hey Luca. Ik kom voor ze allemaal zo'n fingerprint extra. Nou, ik vond dit er ook wel leuk uitzien. Ja, nee, ik niet. Koop die sokken. Welke sokken? Ja, net in de stream. Ja, de stream loopt 10 seconden bij me achter. Dus ja. Oh, die sokken. Dit pakketje komt echt wel pas in de 6 maanden praten aan of zo. Dus de wifi. De wifi flikkert er 1 seconde uit. Ik dacht dat je de allerbeste wifi ooit had. Ja, soms heb je gewoon even dat je kast er even uit flikkert. Oh, dat heb ik ook al vaak, ja. Ga ik net de link naar mijn matkoos gestuurd? Oh nee, stream is niet offline. Nee, kijkers. Oh, Gordy. Alleen nog maar de beekman. Nee, we hebben alleen maar Gordy. Oh, het kan. Hey, is Gordy er? Ja. We hebben iets goeds gedaan. Hey, misschien dat Daan zijn meteen er komt. Meneer Beekman. Ja. Meneer Beekman. Nee, hij hoort weer offline te zijn. Oh, hij is weer online de stream. Ja, kijk. Hij is online. We hebben iets goeds gedaan. Hey, Daan Beekman. Jij hebt vast genoeg doekoe. Doneer me. Oh, 3 kijkers. Wat leuk. Iedereen die nu kijkt moet even doneren. Ja, als je gewoon even doneert, kijk, dan kunnen we een leuke dingetje voor je kopen. We hebben al dit voor iemand gekocht. We hebben dit al voor iemand gekocht. En we kunnen ook nog gokken. Hoi Lucas, hey Gordy. Kijk, we hebben geld aan iemand gegeven door dit te verdubbelen via deze website. En degene die nu had gekozen had ook gewoon gewonnen. Die had gewoon... Al had iemand gewoon even 1000 euro gedoneerd, had hij niet 2000 euro gewonnen. Hé, hey, even dat je weet, hè. Nu ook. Kijk, moet je maar even 1000 euro doneren. Paul Kingler, zit je ook te kijken? Wat gezellig. Nee, die komt gelijk hier bij je huis opzoeken slaan. Tot die tijd ga ik even lekker Minecraft spelen. Waar is Minecraft? Want ik wil het doen. Kijk, ik kan ook wel even knaapjes hiervoor uitnodigen. Ik kan dus de Beekman bellen. Als jij de Beekman wil bellen, dan bel ik. Even moet kijken naar mijn mods. AliExpress, ik hoef geen corona. Nou, Gordy. Uit het land waar jij komt, daar hebben ze alle soorten ziektes. Dus daar kan je er ook nog wel bij hebben. Nou, dat zie je toch, ik ben het wel. Hé, wij hebben meneer Dekker een dinges gestuurd. Wij hebben meneer Dekker een... Kijk, ik heb hem helemaal mods code. Hachu. Wij hebben meneer Dekker een... hoe noem je dat gestuurd? Een kaart, een kerstkaart. Hebben we naar hem gestuurd. En een tikkie van 500 euro. Stuur hem even een tikkie van 500 euro naar meneer Dekker. Oh, je bent nou met... We zijn met Minecraft.
Waar is Minecraft? Hey, kijk, we gaan iets satisfying. Oh, slapen, Denti, kom slapen. Oh, ik gooi zwaarden. Ik moet echt. Daan komt ook. Daan Beekman! Yeah. Dat denk ik wel, ja. Oh, dit is echt onaardig. Spijt me voor deze. Kijk, wat gezellig. Dat hoop je. Kijk, we gaan oogsten. We gaan dus. Ja, Daan Beekman! We hebben Deem! Hey, hallo kereltjes. Hey, geld. Hey, doneer me in de tikkie link, want dan geef ik jullie cadeautjes. Ik heb zo net. Ik ga het jullie even laten zien, jongens. Ik heb mensen al dit gegeven. Dit heb ik aan Thijs gegeven omdat hij me geld doneerde van 1 cent. Toen heeft hij het laten verdubbelen via dit spelletje. En dit heb ik aan Fukuma. En dit ook aan iemand. En dat hebben we al met het Wheel of Fortune gedaan. En we gaan dus geld doekoes harken deze stream. En allemaal voor een goed doel, namelijk AliExpress komt geld tekort. Nou. Tot die tijd blijven we Minecraften totdat we erbij neervallen. Wat? Hey, Daan kan ook wel meedoen in de server. Oh ja, dat kan. Zowat vraag ik je nee. Ja, vraag jij dat er even aan. Ik lust ook wel een shirtje. Ja, ik lust ook wel zoveel. Een shirtje, dat vind ik ook wel lekker. Waar is Minecraft? Hey, want ik heb jij zin om te gaan Minecraften? Zie je me serieus weer te bellen? Ja. Je hebt echt niks te doen met je leven, hè? Hey, Lucas, ja, tuurlijk. Waar? Zegt hij dat? Ja. Nou, wat leuk. Nou, wat is die linkdingesmeuk? Linkerdingesmeuk? Linkerdingesmeuk. Ja, ja, dat weet ik geen eens. Ja, maar dat is. Daar ben ik mee bezig gedaan. Ik lust wel een shirtje, ja. Weet je wat ik wel niet lust? Oh ja, dat zijn best kunnen, ja. Ja. Dus heb je mijn stem in de Steam? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, gezellig, joh. Wil je wat leuk zeggen tegen de koekeloerders? Nee hoor. Doneer! Nee, ik zit thuis. Geef me geld. Natuurlijk niet, zoveel vrienden heb ik niet. Hey, maar we hebben gewoon vandaag Daan Beekman in de stream gekregen. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Maar Lucas, stuur nou even die IP door. Oh ja. Nee, ik denk dat hij wel in Discord staat, dus als je hem even... Ik weet hem zo niet uit mijn hoofd, dus misschien is Isa vast van Discord, dus als je er even naar kijkt. Nou ja, stuur hem dan even. Hey, Daan, ik stuur zo meteen de IP naar jou door. Jojo. Waar is Daan Beekman, want ik wil het doen. Hey, nou, luister even... Nou kijk, ik ga jullie eerst even een tijdje mijn Minecraft parodie laten horen. Hey, oh, nee. Waar staat die? Parodie. Maar Lucas, stuur hem even hier. Waar is Minecraft? Want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Een blokje, een X, ik zie er wel 10. En ik wil graag, heel graag spelen. Ik ben op Minecraft, ik refresh cube. Was het ei, ik wil hem nu, anders krijg ik spijt. Ik reageer nu meteen, want ik wil winnen. Kun je in de gooit springen? Maandag lekker Minecraft, dinsdag nog weer Minecraft spelen. Woensdag Vinci's raken, donderdag speel ik Minecraft, speel ik Minecraft. Kijk, daar is Harry vrijdag, er is plezier op zaterdag. Denk dat er weer gespeeld wordt op zondag. Speel met Pieke Ma.
P-I-I-K-M-A, Patty Brad. Minecraft, dinsdag nog weer Minecraft spelen. Woensdag Vinci's raken. Donderdag speel ik Minecraft. Speel ik Minecraft. Kijk, daar is Harry op vrijdag. Er is plezier op zaterdag. Denk dat er weer gespeeld wordt op zondag. Speel met Piekema. Piekema. Patty Brad. Knapen, jullie hebben genoeg geluisterd. Ik ben Daan. Kijk de stream. Als je nog niet door had. Hoi Daan. Waar is Minecraft? Want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer. we hebben. Kan je met tv? Sure. Ben ik zo blij dat ik het al niet meer hoef te regelen, hè? Wat zeg je? Ja. Ja, daarom smeek ik om geld. Nee, dat kan niet meer. Ik heb de, je mag maar 10 man in Discord. Jammer, hè? Moet ik mezelf... Nent, die stelt je voor in de stream. Nou, wat leuk. Ja, dat hoort hij, hè? Dat kan hij horen. Nou ja. Hallo, mijn naam is Dent. Daan Beekman. Jawel, jij hem een keer zien. Jawel. Weet het ook zeker, want hij was onderlaatst in de bulg en toen zei ik het nog tegen je. Hé, dat is Daan. Ja, het was Thijs er ook. Tien en een half uur terug. Maar weet ik veel. Nee, het was gisteren. Het was eergisteren. Altijd Harris.
Waar is Daan? Want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Hallo, vier kijkers. Goed dat jullie kijken. Jullie kunnen doneren via het tikkie in de link. Beschrijving. Doe het. Heb ik alweer geld? Oh, een tikkie. 17 uur geleden. Oh, van WK. Fuck me. Jemig, er legt echt alleen maar bamboe in. Hé, hey, Daan, ik heb een leuke taak voor jou. Ja? Hij hoort dit pas waarschijnlijk echt veel te laat. Daan, Daan, hoor je mij? Ik heb een taak voor jou. Kijk, hier heb jij bamboe. Jij moet een toren bouwen. Een toren met bamboe. Dat is leuk. Dat is leuk. Laten we even gewoon een torentje bouwen. Kijk. Kijk. En dan, nee, kijk. Plaats hier gewoon even een blokje. Hier. En dan ga je erop. En dan een torentje bouwen. Nee. Dit is wel even leuk om te laten. Ah, als hij terug zometeen is, dan mag jij er een hakken. Ja, maar dit is gewoon even een ding. Dit is gewoon een dingetje wat ik graag even in de server wil. Gewoon een groot. Ja, kijk, ik wou dat ik even kon vliegen. Maar ik kan ook zometeen gewoon één klapje tegen dit aangeven en dan flikkert hij naar beneden. Maar dat doen we niet. Dat is sneu. Hey Daan, we hebben Dekker zijn nummer. Meneer Dekker. Hij, wat doet hij? Oh, hij is dood. Daan is dood. Ah, het is sowieso om. Oh, zo'n koter. Ik heb een koter waarmee ik vecht. Kom ze. Oh. Ja, ga even slapen. Heb je app? Zag je het in de stream? Ja, dan maak ik wel een dag. Anders zet je er even een spawn point dan. En hier ook gewoon even slash. Ik doe wel even. Nee, je hebt vandaag nog een foto met een roos gemaakt. Als je die nou even doorstuurt. Daan, als je me hoort, je mag altijd mij in. Oké. Okay. En straks ook op Dekkers een MacBook. En straks ook op Dekkers een MacBook. Oh, hoe lang nog voordat we ons economieverslag mogen opsturen? Ja, en die moeten we binnen nu en 3 uurtjes ingeleverd hebben. En hij telt mee voor het examen. En binnen nu en 3 uurtjes moet hij... Nou, binnen nu en 3 uurtjes moet ik een economieverslag hebben ingeleverd waar ik nog aan moet beginnen. Nee, we moeten nog beginnen. En hij telt mee voor het examen. Nee, het was een 10 A4'tjes verslag. Wacht. Wacht, je hebt dekker van Eco? Nee, Denti heeft geen dekker. Nee, dekker is wel echt een droom. Je moet nog beginnen.
die had ik vorig jaar. Dat is ook een meme, goos. Daan, ik heb een leuke taak voor je. Daan, ik heb een leuke taak voor je. Wil je nog zo'n torentje bouwen naast die bamboe? Ik ga gewoon een fucking grote toren maken en dan ga ik gewoon even in creative naar beneden vliegen, want ik wil niet dood. Want ik heb 23 levels. Vertel. Wat? Hij kan jou ook horen hoor, via de stream. Tenminste als hij kijkt. Hij hoort er wel met D-Day, maar... Was fun. Kijk hoeveel bamboe we als brandstof hebben. Oh, Daan Beekman. Daan zit aan bamboe te slopen. Dit is toch uniek. Ja. We worden wel rijk door hem, hè. Even dat we weten. Ja. Maar we willen dus... We zitten hieronder dus bezig met een systeem. Tenminste, Prikkel zat ermee bezig. En ik zal er even naar kijken... Hoe dat, oh, ik zal er, hoe dat er nu voor staat, want ik weet niet wat Prikkel er nog aan. Ah ja, dat ziet er, oh. Ik heb nog steeds geen dono's gekregen. Dat is niet... Oh, dat zit helemaal vol. Kijk, dat verklaart een hele hoop. Kijk, en nu moeten we het even op een moment... Oh, meneer. Oh, nee. Oh, we moeten een hopperpuntie maken. Redstone tutorials met vlees, meneer. Nu in de bioscoop. Ja, het zal maar content zijn voor de bioscoop, hè. Het zou echt heel... Ik zou het een meme vinden. Gaan we nu dit doen? Ja, voor ons wel. Ik moet even rails hebben. Hey, zaadjes, die kan ik wel even gebruiken. Ja, nu zat op mijn karretje denk ik hier. Niet eens, oké. Ja, fijn, huts. Ja, dat kan gebeuren, jongen. Dat kan ook aan je bout internet leggen. Ik heb echt... Dit kan ik officieel beschouwen als een meme. Denti die zegt, ik heb beter internet. Dit is een historisch... Thijs, jij liegt meestal. Ah, ik word aangevallen door een vis.
Ik heb rails nodig. Ik maak het er even dag hoor. Kunnen we het inspannen? Wacht, een vis? Nee, ik werd aangevallen door een... hoe heet zo'n beest? Een skeleton. Oh, hier liggen nog 35 rails. Nou, het is mijn geluksdag. Nee, geen vis hoor, Daan. Rustig. Ik, wat zijn vissen? Ik ben ook maar een urker. Wat is dat? Nee, de comedy... Ik ben Thijs. Ik ben Thijs en ik ben grappig. En jij niet. Dit is zo schijnheilig, hè? Dit is zo schijnheilig, hè? Kan hier zo boom... Kan die bouw terug om worden? Je kent Thijs nog niet. Credits, ik ga dit echt blurren. Dit kan niet in mijn stream. Thijs, zeg er iets van. Ik snap dat jij niet veel vrienden hebt. Thijs, ik snap dat jij niet veel vrienden. Ja, doe maar even, dat is wel grappig. Thijs stuurt je een foto. Nou, we zullen hem even bekijken. Lekker in stream. Nou, het staat in de stream. Geniet ervan. Als je het echt wilde zien, dan had je maar een pauze moeten gooien. Spoel je maar terug. Ja, in februari. Dat doen wij gewoon even. Voor dekker. We weten zijn adres namelijk. En zijn naam van zijn kinderen. Zijn achternaam. Zijn adres. Zijn geboortedatum. Zijn bedrijf, zijn woonplaats. Zijn auto. Oh, Thijs. Ik ben blij dat hij niet in de stream zit. Ja, maar dat... Nee, Dekker. Wat is dit, knaap? Wat is dit? Wat is dit, Daan? Wat is dit? Is het een lift of zo? Oké, okay. Huts. Ik ben Lucas. Ja, bouw jij een muur van bamboe? Dat vind ik echt, zou ik echt leuk vinden. Pleur overal bamboe neer. Ik zie dat jij iets... Thijs?
Ik zie dat jij behoefte hebt naar dit. Ik zal het even voor erbij pakken. Waar is Minecraft, want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Een blokje, een X, ik zie er wel 10. En ik wil graag, heel graag spelen. Ik ben op Minecraft, ik refresh Cube. Waar zit hij? Ik wil hem nu, anders krijg ik spijt. Ik reageer nu meteen, want ik wil winnen. Kun je in de... Genoeg geparodied weer. Ja, ik sloop het niet. Maandag lekker Minecraft, dinsdag nog meer Minecraft spelen. Als jij dat kan, jongen, doe het. Geen muur van bamboe. Terwijl jullie lekker dat doen, ga ik lekker even prikkels een machinetje afmaken, denk ik. Denken. Take me on. Take me on. Je zult maar McDonald's wifi hebben. Mining the way. Hey, jullie moeten wel even aardig tegen elkaar doen, hoor. Tip van mij, luister niet naar Lucas. Dat doet ze alleen maar om de broek in de relatie aan te hebben, hè? Dit doet ze. Nee, gelukkig niet. Deze. Denti wil de broek aan. Ik ga sowieso een stuk man. Een zombie! Ah! Ah! Dan, ik heb een tip voor je. Ga gewoon lekker door met bamboe. Ah! Ja, hoe heb jij iron boots? Bij mij. Want toen had ik even de broek aan in de relatie. Hij probeert... Hij probeert je te fixen, denk ik. Ja, Myrthe staat ook al op je pad, hè. Diamonds! Diamonds the way. Zat. Het waren er maar twee, maar goed. Wat is een knaap? Oké. Oh, dan doen we het niet, hè. Kijk, gold. Dat hadden we ook net nodig. Je mag gezeik van Denti aanhoren. Spin! Nou, Daan wint dit hoor, ik zeg je. Oh nee, Daan. Daan.
Ja, maar Dandy, het is niet heel eerlijk, hè? Dan moeten we ook eerlijk zijn. Nee, maar dan moet je ook je armor uit doen. Maar nu is hij mad. Ja, dat is gewoon niet... Ja, ik vertel veel aan mijn medeklasgenoten. Dan is een Beekman, dan is een... Ik spring bijna in de lava, G. Bamboe. Ah. Ik wil zo meteen even kijken hoeveel bamboe er is. Nou, de chat is echt heel leuk vandaag. Oh, fuck. Hoi, Lucas, hoi. Was slecht. Ja, jongens, gaan we nou niet even alles kapot maken, hè? We gaan hier geen ruzie maken. Dentie heeft weer eens ruzie. Dentie niet killen, kap ermee. Ja, Daan ook kappen. Creeper! Ah! Nou, nee, niet slaan. Gewoon niet slaan. Even gewoon even rustig. Even wild. Niet de broek aan doen. Hé, hey, we gaan hier geen seksdingetjes doen, hoor. Doe je armor. Je snapt toch? Ik zit nog steeds in die livestream, hè? Je weet toch? De monster. Hij is de game geleft. Kan ook gebeuren. Oké. Okay. De zoon van de werknemer van de vader van Lucas. En nu even in het Nederlands. Nou. Hey, Dentie, dat doe je niet zomaar. Nou, dan zet ik al klikken neer. Dat is mijn map die voor deur was. Ja. Volgens mij doe je het nou ook, hoor. Volgens mij ben je... Maar volgens mij heb jij de broek aan. Ja. ze snapt hem niet, Thijs. Je snapt hem niet, jammer. Je snapt hem niet, jammer. Vrouwen snappen gewoon niet zoveel. Dentie, maak even een sugar... Dentie, maak even een sugarcane farm. Wat zeg je, knaap? Niet mijn bamboe farm, dus ik nu heel systeem... Nou, ik vond hem wel mooi. Maar ik vond die pilaar oprecht gewoon mooi. Die ga ik weer bouwen. Ja, maar waarom haal je die ook weg? We hebben hier... Denk je dat we dat heus nodig hebben?
Wat heb ik ook een actieve chat, hè? Ik weet geen eens hoeveel kijkers ik heb. Ik zal even gluren. 2. 2 hele kijkers. Nou, wat goed. Kijk hoe mooi hoog deze bamboetoren is. Nou, dat merk ik. Een beetje bout internet. Of een beetje bout telefoon. Jij hebt een Motorola. Ja, dat denk je. Kijk. Ja, dat is wel zo. Denti, ik zie je. Jawel. Nou, dan is je render distance niet zo hoog. Nee. Nee. Oprotten. Ja, maar ik moet even aanschrijven. Moet even gewoon naar beneden kunnen. Fucking dick. Dan maak je toch kisten, G. Zo lastig is het niet. En G vragen om ruimte. Ja, mijn vrouw heeft weer de broek aan in de relatie, merk ik. Kom, we gaan... Kijk, kiddo's! Oh, nee. Hé, hey, kan het even donker worden? Het is gewoon ook grappig. Mining the way, I don't know, but am I am my... Hey, ik dacht dat Martijn Greven ook zou koekloeren. In mijn mijnke. Denti, jij hebt altijd het laatste woord, want jij hebt de broek aan in de relatie. Maar ik heb... Je zult überhaupt maar een broek aan hebben. Oh. Wat is een broek? Hey Thijs, kan je mijn broek uitlenen? Nee, dat snap ik. Ik ga zo meteen ook even drinken halen. Dan kunnen jullie voor 3 minuten de stream entertainen. Kunnen jullie 3 minuten alles doen zonder dat ik er vanaf ooit kom te weten, tenzij ik het terugkijk. Maar dan kom je er wel achteraan dat zij echt een broek aan heeft. Ik vind dat... Ja, ik heb dat soms niet aan op school. Dat ziet Dekker toch niet meer. Hij ziet... Ja, maar Dekker ziet dat toch allemaal niet meer. Die heeft ziet alleen maar nog ellende in ons.
Denti, of Dekker ziet al geen toekomst meer in ons. Hij denkt alleen dat Thijs nog minister kan worden van onbelangrijke zaken. Meer is er gewoon niet meer. Oh, we krijgen een nieuw Kinty. Maak het nacht, laat het donker worden. Het is bijna donker, we kunnen bijna slapen. We gaan kiddo's zien. Ik laat villager Saxon. Er is al een kiddo. Er is een koter. We hebben een koter. Nee, bijna net zo schattig als die vissen van jou. We hebben een... Kom slapen. Ja. Altijd die broek. Doe een keer een rok aan. Doe een jurk aan. Doe een string aan. Zo. Ja, ga nou slapen. Nee, ik ga even wat drinken voor mezelf halen, want dat verdien ik. Nou, drie seconden dat jullie elkaar mogen beter leren kennen.
Nou, waar ging het over? Nou, ben ik het een deels mee eens? Wij zijn gewoon fucking grappig, allebei. Stuk voor stuk. En Denti, jij kent geen vorm van humor. Maar dat mag ik niet... dat mag ik niet te hard zeggen, want ze heeft wel de broek aan. Hoe groot is de broek? Denti, vertel me even, hoe groot is de broek? XXL, zullen we even noteren. Welke schoenmaat heb je? 46. Welke cupmaat heb je? Z, oké, top. Ja, je hebt geluk dat er maar twee kijkers zijn. Een Thijs de ander. Je hebt geluk dat er nul kijkers zijn. Maar deze stream gaan we gewoon een keer tijdens Dekkers een uur tussenuurtje of tijdens een blokuurtje aanzetten. En stuur jij hem even naar hem toe? Nou, weet hij veel hoe je nummer verandert. Gast, hij weet ook wel dat wij echt vervelend zijn in zijn les. Zo zijn we altijd. Hé, hey, wat denk je wat wij tegen Dekker doen? Wat denk je wat wij tegen Dekker doen? Die kraken we ook af, maar we zijn nog niet naar u gestuurd. Nou... Elke keer komen we met nieuwe dingen, hoor. Die komt toch weer elke keer met nieuwe dingen, komen wij. Dan is het zijn kinderen die we disrespecten en vervolgens is zijn auto die we disrespecten. Het is nooit goed. Eerst doen we zijn kinderen disrespecten en vervolgens zijn auto. En vervolgens sturen we het... Want dat is goed voor het milieu. Nee, we doen dat genoeg. Ga ik nu opnemen voor die leraar? We moeten nog steeds een verslag even naar hem mailen. Ja, maar jij bent zo nerdy. Maar ben je toch geen nerd? Oh, echt niet? Nou, Thijs, daar zijn we het niet mee eens, hè? Dat ze ons nerd noemt. Nou, maar zij heeft toch de broek aan.
Wij zijn geen nerds. Maar Thijs is wel heel goed met computers. Weet je wie ook goed is met computers? Dan Beekman. Dekker is sowieso goed met MacBooks, dat weet ik nu al. Weet je wie ook goed is met computers? Jaap de Boer. Weet je wat hij deed? Toen wilde hij de toets aan ons laten zien via het bord. Zij die HDMI-kabel erin steken. Want toen had hij neergezet alleen projecteren op digibord. Dus hij vroeg zich af, waarom is het altijd ding, waarom is mijn laptop zwart? Dus hij hem opnieuw op starten. Maar hij stond gewoon de hele tijd op het digibord. Hij is een stekkertje eruit en in doen alsof dat gaat werken. Zijn muis er opnieuw in erin doen. Je muis. Ja, maar die is in 1950 geboren. Sorry. Wat een grap. Wij hebben... Zijn jullie ook zo dorstig? Ja, jij altijd, want jij hebt een broek aan. We kunnen ook Dentifootje op en is een overal. Nou, dat kan ik. Ik zal je een foto sturen via WhatsApp, Thijs. Ja, het. Als je even 15 seconden. Hier, kijk WhatsApp. Ja, die foto. Ja, die gaan we niet laten zien. En we doen hem wel in de stream als je dat zo graag wil. Weet je zeker? Oké, doen we hem in de stream. Nou, dat was toch van die... Nou, zo zie je er nog steeds uit hoor. Krijgen allemaal de tering, zeggen we dan. Maar Denti, waarom zijn wij nu een nerd? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, maar die kopen examenbundels. Ik niet. Nou, dat weet ik niet. Anders hadden ze me geen docent genaamd Jaap de Boer gegeven. Als ze echt zeker hadden geweten, zo graag gewild dat ik een goede toekomst had gekregen,
Hadden we niet zulke docenten voor de klas hadden gezet. Wiskut. Nee, kan die niet. Ik heb 50 lessen of zo van hem gehad. Hij kan het niet. Nee, maar jij hebt de broek aan. Hoor ik nou penis? Hup, webcamtje mee, kunnen jullie meegluren. Kijk, ik heb een heel leuk systeempje. Dat dit, maar ik weet niet of die zo meteen terug gaat op het moment als hij leeg is. Oh, ijsjes zijn zo lekker, hè. Ja. Ja. Nou, prima. Dan edit ik het wel even zo. Dan edit ik het zo dat jij juist negatief tegen hem bent. Nou, maar hij kan dat echt niet zien. Daar ben ik met een kwartier mee klaar. Dat verschil ziet hij niet. Hij is veel te oud ervoor. Beide. Ze kunnen beide zo weinig. Snap je dat wij er nog nooit zijn uitgestuurd? Nee, Thijs is nog nooit uitgestuurd. Hij is gewoon nog nooit bij die vakken eruit gestuurd, hè? Een 4 jaar tijd. Zie je, je kan het ook gewoon zo doen, hè, Dandy? En hij zit ook gewoon op HAVO. En hij is ook gewoon geslaafd van MAVO, hè? Ja. Wie zegt dat? Misschien lukt het wel niet. Nou. Maar, Denti, eerlijk is eerlijk. Als je slaagt, dan heeft Thijs wel een stuk minder ervoor gedaan dan jou. Waar staat het? Stuur het even via WhatsApp nou. Nou, hier hebben we... Nul! Als je op de stream kijkt, dan zie je wat ik bedoel. Thijs is 0 keer uit de les gestuurd. Het filmpje kan ik ooit nog naar je toe sturen via WhatsApp. Mooi. Nou kijk, je kan zo meteen die zaadjes in die plantage gooien, by the way. Pff.
Goeiedag jongen, alles goed. Soms heb je gewoon dat je even een boertje moet laten. Want dat heeft die boer maar ook. Ha! Ik snap niet dat ik nog steeds geen Comedy Award heb. Nee, dat snap ik ook niet. Nou, waarom nou weer die haat naar me? Ja, kom. Ja, wat? Ja, zeg dat nog even lekker hard op stream, joh. Tientje als je nu even eerlijk bent tegen me. Nou, twee kijkers die aan het kijken zijn. Verdient Denti 100 euro? A, ja, B, nee, als... Is het... tijdens stream, vraag je. Verdient Denti 100 euro? A, ja, B, nee, alleen als ze 25 uur heeft gewerkt. C, nee, of D, ja, ze verdient 100 euro, alleen ze krijgt het en niet nu stemmen. Ik zal even mijn uurtjes doorgeven, denk ik. Dat kan gewoon tijdens streamen. Nee, ga ik niet dan ga ik niet showen mijn beeld. Ja, maar dan wordt er fraude gepleegd. Nee, ik ga het niet op streamen, man. Maar dat doe ik dan zo wel even. Weet je wat ik op stream wel eens kan doen? Ik ga wel een keer Marktplaats mensen verbellen op stream. Maar wat als het geen prank is? Doen we. Denti, hoe ze springen op de farm? Je fixen het. Vertel. Ja, vertel eens Thijs. Nee, doen we zo. Doen we zo, ja? Ik moet eerst even dat apparaat afmaken, anders. Thijs, jij hebt vandaag de grappen gehad. Jij bent vandaag de grapper maken. Van de Bingo Club. Thijs, jij hebt vandaag de grappen award. Je bent echt zo'n grapjas, hè? Je bent zeker de grappigste Thijs. Nee, ik ben een grapjas. Nee, dus Denti is de lolbroek. Thijs, start ook een YouTube kanaal. Noem je Thijs Games NL. Noem je Dekker Solutions. Dat klinkt al beter. Klinkt als een goed bedrijf. Wie zou daar zoiets moois runnen? Snap je dat wij je nog nooit zijn uitgestuurd? Ja. Hij mag ons echt, dat zei hij, hè, uit zijn eigen mond. Zonder dat we hem geld hadden gegeven daarvoor. Ja, die hebben gewoon 10 in de hand gedrukt. Su-
Zoet hebben we gewoon geld gegeven om het nummer van Dekker te geven. Dus Dekker, als je denkt dat we je stal ook kunnen zoeten. Oh, Zoeten stuurde me een mailtje, hè? Ja, de Zoete. Nou, ik was niet bij die theater, dus zei ze, je moet een vervangende opdracht doen. Dat ik wel eens iets... Dan gaat jullie even lekker niks aan. Ja, ik was bij Marcus. Marcus Vlogs. Yes. Marcus werkt bij Hackford Professional. Maar Marcus was veel te vroeg klaar met werk en hij hoorde nog een uurtje. Marcus is te vroeg gestopt met werk en hij zit hier geld te jatten van ons. Ik heb Marcus Vlogs zijn nummer. Ik heb Marcus Vlogs zijn nummer. Wie wil Marcus Vlogs zijn nummer? Zullen we bellen met Marcus Vlogs? Of heeft hij iets beters te doen om 10 uur 's avonds? Ja, maar je gaat nog niet in Discord met me. Gordy is ziek en daarom niet meer in de stream. Marcus. Kijk, dit bedoel ik. Het is gewoon een dreigement, hè? Maar dat klinkt als mijn opa. Zeg maar dat Yin culte Chinees is. Fuck Yin, fuck Billy. Hey, ik heb een vraag aan Thijs, wat vind jij van Billy Eilish? Ja, echt een kreng, hè? Aandacht hoe dat ze is. Ja, dat deed je als je een hond deed, hè? Wat leuk! Hey Thijs, ik heb de broek aan, dat weet zij alleen niet. Stik in je server. Zo, Deetje is mad. Denti heeft de server afgegooid. Ah, dat maakt trouwens helemaal niet zoveel uit. Wat zeg je, jongen? Economieverslag door. Naar jou. Dan doen we dat toch even. Hoeveel kijkers hebben we? Ik denk 1. Ik denk eentje. Oh, 2. Denti kijkt er nog. Hey, Denti, als je kijkt. Ik heb de broek aan. Hij is groot, je weet toch. Anders past mijn pik niet, hè. Daar moet je wel rekening mee houden dat ik gewoon een grote leuter heb. Dat zegt Mario toch, of Luigi. Denti, reageer even in de stream, dat is leuk. Even. Emel Werdamiel. Denti. Heb jij ook zo zin? Hey Denti, waarom ging je vandaag niet mee naar Domino's? Waarom ging jij niet mee?
Ik hoop dat dit een goede is, anders heb ik geen economieopdracht. Nee, die heb ik echt niet. Oh ja, dat is deze. Ik weet het nog. Ja, dat zie ik, jongen. Hier hebben we hem. Ik zal hem op scherm zetten en kan je meekijken. Thijs en Lucas, boerenprotest. Meneer Dekker, als je me kijkt, hier hebben we het verslag. Hij komt jouw kant op. Oh, nou kan Denti ook meekijken dat we gewoon aan het serieus bezig zijn met een verslag. Dat is toch gewoon... Nou, dat is wel echt een nerdgedrag. Hebben wij een woord getypt? Oké, kijk de keis, Thijs. Zie je het? Hij wordt verwijderd, deze foto. Zie je die ene plaatje? 3 Oh. Ja? Of wil je het niet? Oh, oké. Okay. Ja, nou. Het ijs. 3, 2, 1. Kijk, dat was het. Kijk eens weg. Ik stuur hem eerst naar die gozer. Tenti regeer. Oh nee. Nou moeten we nog zo lang live. Dan moeten we nog een uur en... Nou, we moeten even prikkel bellen. We gaan prikkel bellen. Ja, mag ook via WhatsApp. Bel jij mij via WhatsApp. Wij gaan nog even lekker door met streamen, want wij hebben overduidelijk de broeken aan. Ja, want Denti gaat een hond uitlaten. Nou, dan lig je op een laag level. Ik liet onderlaatst een damboe en toen had ik het opgenomen met mijn telefoon. En die klinkt echt lekker. Ik zal hem je even laten horen, ja? 3, 2, 1. Nog een keer. Oké. Ik heb een diss track, boys, op Denti en Prikkel. En ik heb geen zin om hem op YouTube te zetten. Dus jullie gaan hem nu horen. Even kijken of jullie het horen. Misschien kan ik hem hier even bij gooien.
Oh, prikkel is er. Hey! Wij maken zo je wel. Al zou je er een zijn. Oh, wat heb ik al gedaan? Oh, hoor je misschien in de stream nu gekke dingen? Echt? Ik ga er even een aparte scène voor aan maken, ja? Yeah boys, dit is Prikkelbro vanaf de kleuterschool is hij mijn keer dood. In mijn mooie leven had jij de achterrol, mocht je eigenlijk niet, maar ik hield het toch vol. Heeft mij genoemd in een van zijn diss tracks, hij is nu van mij, gooi niet met die flex. Deze man noemt zichzelf de tryharde, maar de vlees is boos, ik kom je even tryharden. Kijk je diamonds, maar je gooit ze in de void. Je bent nu wanhopig en flex je met je android. Prikkel heeft geen zalf nodig, sterk is een acne. Vind van je gemakkelijk, ik ben er echt klaar mee. Geef Prikkel hier eens een goede fiets, want voordat je het weet is hij weer eens onvertiefd. Ik vroeg me eens af, hoezo alleen je voorwiel? Ik had liever gehad dat je kaart op je nek viel. Prikkel hier die had een partypop gekocht, kwam op het fietspad en besefte was bedrog. Na 5 minuten kloten kwam je pas achter, met plastic kom je poppen, ik kap liever een knopper. Je wou graag HAVO, maar dat redde je niet. Vis is stoned, ja vergeet dat niet. Op een dag is het klaar, ik weet het niet. Ik wil graag dat je wat aandacht biedt, want voordat je weet zit die aan de wiet. Ja mensen, ik wil graag dat jullie vandaag zien als het leven van een vis. Ja hoor mensen. Die visie is officieel ontdooid. Ik zie wat er allemaal gebeurt. Maar dat bankbiljet is toch al verscheurd. Met een lach kijk ik ernaar. Kijk eens, dat is allemaal waar. Mijn vis is stoned, ja vergeet dat niet. Op een dag is het klaar, ik weet het niet. Ik wil graag dat je wat aandacht biedt. Want voordat je weet zit die aan de wiet. Vis is stoned, ja vergeet dat niet. Op een dag is het klaar, ik weet het niet. Ik wil graag dat je wat aandacht biedt. Want voordat je weet zit die aan de wiet. Ja mensen,
Ik wil graag met jullie vandaag zien als het leven van een vis. Ja hoor, mensen, die visie is officieel ontdooid. Papi. G mail. Gaan Nou, dat was snel. Vertel. Ja. Dat dacht ik al. Mijn vis is dood, ja vergeet dat niet. Op een dag is hij weg met of zonder iets. Neuken. Au, mijn lul. 13 dubbele punt 30. Dat maakt dan 03 dubbele punt 00. 3,15. Jongens, zitten we officieel al in week nummer 7. Ja hoor mensen, die missie is officieel voltooid. Dat was snel. 10 tot 14 februari. Van 10 tot 14 februari. Nou, kijk, het gewoon tijdens stream gooi ik gewoon even mijn uurtjes online. Bestand. Nou, dat vind ik dan weer jammer dat ze dit doen. Hoezo mag ik dit bouten ding niet afslaan? Dat snap ik. Mijn vis is dood, je vergeet dat niet. Op een dag ben je weg. Wat zit je aan het doen? Oké, fijn. Nee. Aan ontvangers. Laura Vinken. Onderwerp. Uren. Lucas. Haak. Word. Week. Zeven. Ja, jij wel. Je hebt sowieso geld. Nou, zou ik gelijk naar die dekker mailen, want ik ben nu toch op de mails.
Ja, anders hebben we... Nee, jij gaat niks doen. Ik ga echt niet dat ding aan jou vertrouwen. Nee, dat vertrouw ik niet. Nou, ik heb mijn uren doorgestuurd. Oh, dit is fijn. We gaan een reactievideo, een live reactie op parodie met clip. Nee, we doen het dan wel even op YouTube. Dat is wel wel leuker. Nou, weet je, we doen het hier wel. Zullen we editen? Zullen we een reclamespotje voor dekkerrekken? Willen doen. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Een blokje, een ex, ik zie er wel 10. En ik wil graag, heel graag spelen. Ben op Minecraft, ik refresh cube. Waar is het eigenlijk, wil ik nu, anders krijg ik spijt. Ik reageer nu meteen, want ik wil winnen. Kun je in de void springen? Maandag lekker Minecraft, dinsdag nog meer Minecraft spelen. Woensdag Winsies raken. Donderdag speel ik Minecraft, speel ik Minecraft. Kijk, daar is Harry Vrijdag. Nou, genoeg geluisterd. Bouten. Map trailer voor de deur. Nou. Geniet. Hey. Wat fijn. Wat? Mag ik vertel even? Twee van Samsung. Oké. Waar is Minecraft? Want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Zal ik mezelf geld doneren? Nee, dankjewel boys. Door jullie tikkies ben ik nu precies een rond bedrag. Ik heb vandaag €4,98 verlies gedraaid. Dat is nou echt jammer.
Frikkel. Kom de stream in, jongen. We need your love. We need your time. Everything's wrong. Oh, dit papi. Zal ik een leuk verhaal vertellen? Ik heb een vriendin. Dat hadden jullie waarschijnlijk niet verwacht. Het is ook wel echt wanhopig wat ik hier allemaal aan het doen ben. Hallo. Je hebt iets gemist, jongen. Ja, dat kom je misschien achter. Voor mij een weet, voor jou een vraag. Voor jou een vraag, voor mij een weet. Oh. Ik heb echt zin om even te fappen. Oké. Hey, heb ik al gezegd dat er een tikkie link in mijn beschrijving staat? Als je, ik ga mezelf een tikkie overmaken. De grote Give Away Show. Nou, wat jammer dat ik met zulke titels nog niet eens 1 miljoen views krijg. We gaan gewoon lekker YouTube filmpjes kijken. Hoe vind je die? Ja, maar bro, ben je niet ondertussen gestreamd? We gaan, wat zullen we kijken, Thijs? Ja, niet zoveel boeiends. Ik zei dat ik een vriendin had. Maar ja. Ja, dat is, is een goede vraag. Dat is voor me, dat is voor jou een vraag van mij. Nee, gelukkig niet. Ik hoop niet dat ik zoveel... Kijk, als ik mijn Dentio neem, dan zou ik gewoon geen bankrekening meer hebben, omdat ik elke dag een nieuwe broek moet kopen. Omdat haar maat gewoon elke dag weer verandert, omdat ze elke keer weer een nieuwe broek aan heeft in de relatie. Zullen wij... Zullen we Uno'en? Kom, we gaan Uno'en. Wat? Of ik fix mijn Minecraft, want mijn Minecraft is een beetje kapot. Maar als ik nu full screen doe, dan doet hij raar. Ja, moet jij weten. Ik doe even mijn ene monitor uit. Dit is zo apart, hè? Nou, als ik een monitor uit doe, dan doet Minecraft het niet.
Ga je weg. Serieus. Maar dan ga ik wel nu naar hem sturen hoor. Nee. Nee, we gaan niet. Jawel. Jullie zien wederom weer een heel mooi vlees, meneer, denk je. Hey, dit is apart. Ben je nu weg, Thijs? Thijs? Nee, we sturen nu naar hem. Ja, dat is. De grap is wel leuk genoeg. Hij gaat nu toch niet meer op zijn. Nee, Thijs. Jawel, ik ga nu naar hem sturen. Nee. Maar ik ben niet nog een half uurtje op mijn computer. Thijs. Nu nog niet. Echt? Hoe? Dek. Oh, hij viel een hemel meer dan mee, gelukkig. Onderwerp. P.O. Economie. Thijs en Lucas. Wat zei je? Heb jij mij een linkje gestuurd? Waar ga je via sturen? Waar is Minecraft? Want ik wil het doen. Elke dag speel ik het weer, want ik ben een fan. Een blokje, een ex. Ik heb 2 kijkers. Oh, Denti! Bericht ingetrokken. Oh nee, wat stond er? Nee, ik zag het. Denti, wat is Denti? Hallo Denti, you are here. Leuk dat je er bent. Goedemiddag. Het kan zo zijn dat je niks ziet. Ja, dat kan. Ik krijg een bericht van Thijs. Nou, wat leuk. We zullen even kijken. Hey, zegt Denti. Goeiedag. Wat stond er op het ingetrokken bericht? Oh, dat snap ik toch allemaal niet. Ik ben terug. Oh, wat leuk. Waarom heb je de server uitgegooid? De verzending van e-mail ooit zelf plannen. Oké. Okay. Maar dit is toch veel te ingewikkeld? Je gooit mijn 13 stappen menu gooi je naar me. Omdat ik weg moest. Ja, maar dan gooi je de server toch niet uit? Die kan je gewoon aan laten staan, toch? En waarom zei je in Minecraft zo boos van stik in je server? Ja, ik zag het wel. Nou, ik betwijfel of dit een uitsteldingetje wordt, maar we kunnen kijken. Drie kleine kleutjes zaten achter een hek. Nee, je gaat niet. Je wacht even. Nee, ik wil. Ik deel mijn scherm, ja? Dan kan ik even meekijken. Help me even. 3 tellen. Ja, Discord. Je gaat nu kijken. Ja, voor sommige reason doet de dinges er niet meer. Dinges doet het niet meer zo goed. Doei, omdat ik weg moest. Doei. Denti, ik snap je niet meer. Ik zal... Oh, wait a second. Oh, Thijs. Dit is helemaal niet mijn bedoeling. 3 kleine kleutjes zaten achter een hek. Een groot stalen hek. Uitgeproduceerd is er. Oké, wat moet ik nu doen, Thijs? Waar staat dat? Oh, en dan?
En maar als het nu fout gaat, hè, met versturen om die tijd, dan ben je gewoon een pineut. Denti is back. Denti waar? Denk je dat ik jou nog vertrouw? Ja, ik vertrouw jou echt. Wat? Waar? Wat doe je? Dat mogen jullie niet zien. Dit is privé, Denti. Maar waarom gooide je de server uit? Pijltje meer opties. Waar moet ik op klikken? Vertel me. Verzenden. Gewoon nu helemaal niks erin zetten. Oh, wow. Wat is dit? Berichtenopties. Nee, dit is hem niet. Wat moet ik doen? Oh, die. Wat? Urgentie instellen. Kijk, dat klinkt al interessant. Hooglaag. Handtekening invoegen. Zo'n handtekening doen. Hoe is er gebeurd of niks? Omdat je dat verdiende. Nou, geef even één goede reden waarom ik dat verdiende. Anders kom je even gezellig op Discord. Nou, dan sturen we hem wel. Ja. Nee. Hij heet ook gewoon Lucas en Thijs goede twee. Nee, we moeten nog iets feiten. Dat is wel een mooi beeldje. Goedenavond. Avond. Goedenavond. Ah, nee, hebben we hallo. Meneer Degger. Kom maar. Hier bij onze domme grapjes. Oh, nou Denti. Economie. Peo. Punt. Hoepelop. Hoepelop. Oh, oké. Hopelijk. Oh, vindt u hem mooi. Groeten, Thijs en Lucas. Nou, vind je dit mooi? Zullen we dit sturen? Oké, punt. Oh, punt. Oh, punt. Verzenden, we kunnen niet meer terug. Denti, leuk dat je er bent. Ik hoor dat... Ben jij een freakhander? Nee, want je bent echt lekker. En smaken zul je wel. Denti, wil je nog iets zeggen? Nog iets zeggen voordat we Talla gaan? We gaan met een paar seconden Talla. Thijs gaat al Talla. Zeg nog even wat leuks, Denti. Nog even iets leuks. Gewoon even iets. Gewoon even eventjes iets. Nee. Nou, oké. Okay. Weet wel weer hoor. Ik krijg nog even.
Stralen aan info.